Lennart Versmissen, welkom bij Lira Lierse. Voorlopig nog niet, moeten we zeggen, maar tegen dat we dit uitzenden, dan ben je al wel officieel lid van de club. Ja, dat klopt. Ik heb een akkoord met Lira Lierse gevonden voor de komende twee seizoenen. En ik heb daar ontzettend veel zin in om aan een nieuw avontuur te beginnen. Misschien even jezelf voorstellen, want je komt over van Desselsport. Ja, klopt. Ik heb de afgelopen 5 jaar bij Dessel gespeeld. Ik ben van nature een middenvelder, maar ik kan ook centraal achteraan uit de voeten. Ik heb daar goede jaren gehad, maar het was ook tijd voor een nieuwe uitdaging. Een nieuwe uitdaging en die heb je hier gevonden. Hoe ben je met de club in contact gekomen? Ik heb een jaar of 8, 9 geleden samen met de huidige trainer Tom Proos samengespeeld. Ik denk een jaar of 3. We hebben ook altijd in contact gebleven. En de laatste weken meer en meer van elkaar gehoord met de vraag of ik niet zag zitten om volgend jaar bij Lira te komen voetballen. En dan is dat allemaal heel snel eigenlijk gegaan. Heb ik goede gesprekken gehad met Erik en Frank en Tom er ook bij. En wij zaten heel snel op dezelfde golflengte. Je komt hier terecht in een groep waar je denk ik ook al wel enkele spelers kent. Hè? Ja, klopt. Ik heb met Seb Augustijnen nog samen in de jeugd van Beerschot gezeten. Met Youssef heeft ook nog een jaar bij Dessel gespeeld. En ja, er zijn ook een heel veel jongens hier met al redelijk wat ervaring in de tweede, derde, eerste amateurreeksen. En ik heb ook al tegen heel veel jongens gespeeld. Nog even terug naar Dessel, want daar heb je altijd in eerste afdeling of eerste amateur gespeeld. Je kent de reeks dus heel goed. Ja, ik ben daar eigenlijk pas ingerold wanneer dat die eerste amateurreeksen eigenlijk ontstaan zijn. Nu gaat dat weer iets anders zijn met die Waalse ploegen dat er uitvallen, maar ik ken de reeks wel vrij goed, ja. Welke ploegen moeten we het hardst voor oppassen, denk je? Ik denk de twee ploegen die ook mee zijn overgegaan, denk Sporting Hasselt en Belizia Bilze, zullen wel ploegen zijn met bepaalde ambities. Jong Gent is ook een ploeg die het eigenlijk al een paar jaar daar heel goed doet. Maar ik denk niet dat er dit jaar in vergelijking met andere jaren echt uitgesproken titelkandidaten zijn. Dus het gaat wel redelijk dicht allemaal bij elkaar hangen, denk ik. Kijk er alvast naar uit om jou bezig te zien. Niet enkel hier in Bevel, maar natuurlijk ook tijdens de competitie. Dankjewel. Dankjewel.